De doden maken weer kerkgang. En tenslotte is het sinds 1885 een mausoleum gebleven. Het is dus geen kerk. Ze hebben de ramen dichtgemetseld, alleen ze zijn het kruis vergeten. Het kruis staat er nog op, zie je, helemaal bovenop het dak. Het is dus geen kerk meer. Op de voorgevel staat Au grand jour la patrie reconnaissante. Voor de grote mannen die het vaderland geëerd heeft. En alle grote mannen worden hier naartoe gebracht. Schrijvers, filosofen. Emile Zola. Rousseau. Breyer ligt er ook in de bommeltjeskist, heb ik gehoord. Dit is een Byzantijnse koepel met een neoclassicistische onderbouw, zoals het heet. Nou, we gaan langzamerhand richting de Seine. Over de boulevard van Saint-Michel. Hier wandelen altijd de studenten. Hier heb je de studentencafés, boekwinkels en ook vele universiteitsgebouwen. En de universiteit werd opgericht in 1253. En er studeren nog steeds 150.000 studenten in Parijs. Bij het ontbijt zei ik nog tegen hou jullie de tijd en dan gaat het zo weg. En de grasveld hier heette Les Esplanades. En het hotel dat invalide het ziekenhuis is, dat was voor de soldaten die gewond raakten. Die kregen geen inkomsten meer. En Lodewijk de 14 had het muurleger als een soldaat gewond raakte. Ja, had er geen inkomsten. Dus kreeg hij een dak boven het hoofd van de koning. Nou, dat was dus het ziekenhuis voorop. Nu is het een oorlogsmuseum. Grootste oorlogsmuseum, zeggen de Fransen weer, ter wereld. Maquettes van steden die Napoleon veroverd heeft, de kleding van de keizer van China. Alles over de bevrijding van Eerste en Tweede Wereldoorlog en een heleboel wapens. En als je kaart van het museum koopt, dan mag je ook naar de graf van Napoleon. Dat is... Hij was gestorven in 1821 en ze hebben zijn lichaam dus helemaal intact in de kist hier naartoe gebracht. En als je naar de binnen gaat en je wilt Napoleon zien, moet je knielen voor de keizer nog steeds. Ja. Ik maak toch heel even een foto's toch, voor de mensen die een fotootje willen maken. Mag... Oké, dan gaan we nu de Champs-Élysées oversteken. Die gaan we ook vanavond bekijken. Als u even naar links kijkt, ziet u de Champs-Élysées met de Arc de Triomphe. En dan komen we langs de kapsalon waar Pierre altijd zijn haar had knippen, toch? Daar op de eerste etage, de duurste kapsalon van Parijs. €200 om je haar te laten knippen met een gouden schaar. Links, kijk, Alexandre de Paris, boven. Ik doe het met. Want het hoort bij het museum hier. Marianne, hè? Dat is haar naam. Ze heet Marianne. Hier links, hier links. Hier links. Jij zei links wel, dat hoort hier, maar. Nou, deze mag niet, gek dan. Alleen bussen. Ja, dat is weer het warenhuis afgesloten, ziet u? Heel groot warenhuis. En recht voor ons hier al een Montparnasse, dan gaan we dadelijk naar het dak. Over een kwartier is het helemaal bovenop het dak. Ik heb gehoord dat heel mooi is. Ja, je moest... President Georges Pompidou. Nou, de funderingen lopen 70 meter onder de grond en de toren heeft een hoogte van 209 meter. Hij zit op een heuvel en daarom is het uitzicht hoger, verder dan de Eiffeltoren. Ja, de Montparnasse bovenop een heuvel.
En u gaat daar 38 seconden naar de 56e etage. En Les Jardins de Luxembourg is een rechte paden, klassieke beelden, renaissance tuinen. Maria de Medici wilde weer een stukje Italië proeven midden in Parijs. Haar man werd vermoord, Hendrik de Vierde, in 1612. En zij bleef alleen achter in Parijs. Gaan we een straatje rechts in kijken, dan ziet u de Valde Grijskerk. Lodewijk de Dertiende en Anna van Oostenrijk, zijn vrouw, konden een lange tijd geen kindertjes krijgen. En toen ze toch een kindje kregen, dat was natuurlijk Lodewijk de Veertiende, de Zonnekoning, hebben ze uit dank een kerk gebouwd. De Val, de Graaf, de kerk gebouwd. Uit aan de achterkant van het stadhuis. Je kunt zo naar binnen lopen voor een kwaaltje aan je oog of een kwaaltje aan je voet, maar je staat overal in de rij. Vroeger was het op zondag gesloten. Ja, moest je op zondag bevallen, dan moest je het gewoon even een dag uitstellen. En waar het grootste luxe wat je wel vindt, dat is de urgence. Eerste hulp bij ongelukken, die zit hier links. Lopende band. En dan zijn we bij de Notre-Dame, die hebben we vandaag al gezien. Hebben de beroemde voorportalen uit de 14e eeuw, de 28 koningen van Judea. Die roosvenster daarboven met Jezus en Maria en de torens waar Quasimodo de klokken luiden. Nou, door het boek van Victor Hugo werd de Notre-Dame weer beroemd. En daarna hadden ze genoeg geld om hem helemaal te renoveren. En dat heeft meneer Violet de Duc gedaan. Die heeft een 13 beelden op het dak gezet. Kun je het net niet zien hier vandaan. Dat zijn de 12 apostelen. Links krijg je 3 arken op een lijn. De eerste ark is 25 meter hoog. De tweede ark is 50 meter hoog. De derde ark is 100 meter hoog. De eerste is 1806. De tweede 1836. En de derde 1989. Nou, we zullen de loop van de avond nu die 3 arken gaan bekijken. En beginnen dus bij deze eerste ark. Arc du Carrousel. Van even omheen laat u even zien waar Lafayette ligt. Gaan we morgen wikkelen. Recht voor zijn alle gebouwen van Lafayette op die opera. Je kunt hier even de opera inkijken. Met een mooie kroonlucht en zo. Kijk naar boven links. Rechtvoorop Galerie Lafayette Ombe, dat is het gebouw van de herenkleding. En als u morgen daar naar binnen gaat, heb je in Galerie Lafayette Gourmet. Dat is in een delicatessenafdeling met alle soorten vis, even zwijnen, alle soorten broden, weet ik het allemaal niet, champagnes. Ook leuk om even te kijken. Morgen dus Lafayette Ombe. En verder zit hier alle juwelierszaken en Maxima heeft bij Cartier, dat is bijna een supermarkt is het. De truiering gekocht is het hier rechts. Cartier, dan krijg je zelfs een gratis kopje koffie als je er binnen gaat. Cartier. Ja, we komen aan bij het plein aangelegd voor Lodewijk de 14 in Louis XIV. Het beroemde Koninklijk Plein van Parijs. Het plein bestaat dus sinds de 17e eeuw. Het is ontworpen door Mansart, die ook het paleis van Versailles heeft ontworpen. Ferrari is het. Kijk, daar is het schoongepoetst. Ja, en op het plein zit nu nog steeds het Hotel Ritz. Dat heb ik u verteld. Het Hotel Ritz, waar Lady Di ooit haar laatste die 39 kwam. Links op nummer 14 woonde Chopin. En rechts, achter al die muren, zeg maar, is het Hotel Ritz met het mooie zwembad. Recht voor ons het ministerie van Binnenlandse Zaken.
En rechts, daar komt hij op twee van de het Elysée-paleis. Als je er is, dan de speciale wachters in die huisjes. Zeker. Nee, dat is ook niet. Nou, dit is hier de Japanse ambassade, Amerikaanse ambassade, achterkampen en de Britse ambassade natuurlijk in de straat. En alle modewinkels zitten hier. Alle beroemde merken zitten in deze straat. De Rudy van Boer, Senorore. Het volgende stuk zit Yves Saint Laurent, Aramiste, Lapidus, Cartier, Karl Lagerfeld, Givenchy, Guy Lavoisch, Hermès, Lancôme. Dolce & Gabbana, enzovoort, links en rechts, Valentino, Boucheron, de winkel van de paardrijkleding zat vroeger al links, hier kijk, mooie winkel hier, Hermès. En het Schoonheidsinstituut van Parijs is aan de rechterkant, het heet Carita. Instituut de Beauté, en daar kwam Michael Dixon vroeger al in zijn huis. Hier nog wel eens aan. Links een nieuwe winkel van Prada. En rest Dolce & Gabbana. Kerk aan haar gewijd. In de Da Vinci Code was zij de goede dame. En als u een keer naar binnen wilt wandelen hier, dan zie je een prachtige kerk met een heel groot beeld van Maria Magdalena. Waarom gaan we hier naartoe? Want om de kerk heen zitten alle delicatessenwinkels. Ze noemen dat de supermarkten van de miljonairs. Hier gaan ze allemaal shoppen. We gaan even kijken. We gaan kijken bij Fauchon. De supermarkt waar ze alle hapjes uit heel de wereld verkopen. Maar er is ook een Fauchon chocolaterie. Kun je wagen later parkeren en dan kun je tot 's avonds laat chocolaatjes kopen. Alleen maar chocolaatjes. Een hele supermarkt vol. Nou, gewoon even bekijken. Antoinette, koning van het hoofd, Lodewijk de 16e. En later ook nog de leider van de revolutionaire, Robespierre, onder zijn eigen guillotine. Die werd ook onthoofd. Later is er een neutraal plein van gemaakt, ze noemde het Place de la Concorde, het plein van de Eendracht. En het plein van de Eendracht, het is het plein van Lodewijk de 15e. Ook een koninklijk plein. Fonteinen beelden uit de rivieren en de oceanen. Ja, de obelisk die beeld uit het liefdesleven van Ramses II, hè, uit Luxor. Egypte, 3300 jaar oud. Hier weer de fonteinen. Rechts de Champs-Élysées, dan gaan we zijn rommeltje zien wat gaan draaien. Ja. De Champs-Élysées heen. Tribunes staan er en er is een militaire parade. Ja. We gaan even de hele Champs-Élysées af. De ronde punt, het middelpunt van de Champs-Élysées. Met de kerst staat het hier vol met kerstbomen en nu allemaal prachtige bloemen. Rondpoint, de ronde punt. Nou, het volgende gedeelte van het bewoonde gedeelte van de Champs-Élysées, daar kost het 30.000 euro per vierkante meter. Het is een van de duurste avenues van Europa. Zonder de krant, de Levi Store, heeft hier een winkel van over 4.000 vierkante meter en die betalen 6 miljoen euro per jaar. Wij zitten wel op de Champs-Élysées, heel prestige is dat. We gaan eens kijken wie het allemaal kunnen betalen. De banken, de vliegtuigmaatschappijen, de hamburgergiganten, de bioscopen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Abi dat is nieuw, die zit rechts. Élysée 26, een van de vele chique winkelgaladies in de Champs-Élysées. Saint-Germain, hè, de voetbalclub, die zit links. Rechts Citroën met een prachtige showroom, helemaal naar boven toe, kijk. Citroën.
Die mist iets door links op het hoekje. Sorry, rechts op het hoekje. Hier rechts met allerlei leuke spulletjes. Virgin Megastore, 4 etages in de week, 7 dagen. 4 etages, 7 dagen in de week, tot 12 uur 's nachts geopend. Links Renault, de grootste autoshowroom in Parijs. Met restaurant, showroom en museum. Hier links Renault. Moet even naar rechts kijken, ze heeft voorraad. De auto's staan buiten geparkeerd met hun chauffeurs. Dan gaan de dames rechts even een parfumpje kopen. Hier rechts, ik wil even naar binnen kijken. Groot winkeltje. Geurt is van duizenden euro's. Nachtgezellen, Pronica winkel en alle verdere winkels zijn hier tot 's nachts geopend. En die Sephora winkel, die parfumwinkel is geopend tot 2 uur 's nachts. Ja, dat kan allemaal in Parijs. 50 meter hoog. Bovenste rij beelden die je hier vandaag kunt zien hebben een hoogte van 2 meter. Nou, ze lijken heel klein, maar dat zijn ze dus niet. Je kunt met de trap helemaal naar boven, op het dak. En er zit nog een klein museum in van Napoleon.